Welkom Jerre en Jeannette Ketels. Je bent bedrijfsvoorlichter van de Kamer van Koophandel. Klopt. De startersdag staat voor de deur, 2 november. En maar liefst heb ik begrepen 100.000 starters op jaarbasis in Nederland. Dat klopt inderdaad, waarvan zo ongeveer 20.000 verwachten we voor Brabant. Ja. In een tijd van recessie of transitie, is dat slim? Is dat handig? Ja, dan kun je je afvragen. Hè. Of dat je ondernemer als ondernemer slaagt, is natuurlijk afhankelijk van allerlei factoren. Daarbij vinden we het heel belangrijk dat ondernemers een goed ondernemingsplan maken, waarbij ze de markt goed in beeld brengen en proberen met hun dienstproduct onderscheidend te zijn ten opzichte van hun collega-concurrenten. En de startersdag, ik heb begrepen dat wordt groots aangepakt. Wat kunnen ze daar halen? Waarom moet die starter daar naartoe? Nou, je kan als potentiële starter of pas gevestigde starter als ondernemer allerlei informatie met betrekking tot het ondernemerschap halen. De startersdag bestaat uit een informatiemarkt waar ruim 50 partijen vertegenwoordigd zijn, waar je terecht kunt met al je vragen. In de hele breedte? Inderdaad. Kamer van Koophandel, UWV, Belastingdienst, maar ook allerlei commerciële partijen zoals website ontwerpers. Adviseurs, noem het maar op. Kom er naartoe. Ja, en daarnaast geven we tal van presentaties. Plus er zijn ook gevestigde ondernemers die heel graag hun ervaring willen delen met de nieuwe generatie ondernemers. Ja, dat brengt mij als vanzelf naar jou, Jerre Maas. Je bent al geen starter meer. Je bent al 3,5 jaar ZZP'er. Eigenlijk de ZZP'ers die onze economie draaiende houden. Ja. Toch? Daar ben jij er één van. Ja, dat klopt. Ja, 3,5 jaar nu. En ik weet nog goed dat ik 4 jaar geleden voor het eerst naar die startersdag ging. En wat jij zegt, het is één groot festijn van mensen die bij elkaar komen, die ondernemersambities hebben. Maar je hebt een eigen bedrijf. Ja. Je geeft presentatietrainingen, heb ik begrepen. Ja, onder andere. Ja, wij maken bijeenkomsten interactiever en effectiever. Dat doen we op verschillende manieren. Presentatie heet je bedrijf. Niet alleen presentatietrainingen, maar... Maar van alles, dus brainstorms, evenementen. Wij zoeken altijd naar hoe kun je het publiek nou betrekken bij wat er op het podium gebeurt. En dat doen we op verschillende manieren. Dus je kunt denken aan coaching en aan training van de sprekers. Maar bijvoorbeeld ook aan het inzetten van een tool die wij ontwikkeld hebben waarmee het publiek kan stemmen. Bijvoorbeeld. Kom ik door de commissie? Ben ik geslaagd nu of heb ik nog een training nodig? Dat laat ik je na afloop van de opname laat zo je me even na afloop weten. Even. Ja. Ik heb zo het flauwe vermoeden dat jij ook op 2 november aanwezig bent. Nee, dat is niet het geval, denk ik. Dat had nou een hartstikke leuke combinatie geweest. Dat had gekund. Toch? Ja, nou, misschien is er nog een podium over. Ja. Alle starters moeten daar naartoe, omdat... Nou, wat ik heel erg fijn vond, was dat je gewoon een heleboel sparringpartners om je heen hebt. Dus je zit met een ondernemersidee. Het is heel fijn dat er allemaal mensen van verschillende instanties rondlopen die eens een keer een spiegel voorhouden en waar je dat idee aan kan vertellen. Dat heb je als ZZP'er trouwens ook nodig, hè? Want je bent eigenlijk altijd alleen. Terwijl het ontzettend fijn is om de synergie op te zoeken van mensen uit verschillende disciplines. Ja, zeker. Ja. Dat doe jij ook? Ja, continu. Wat is het belangrijkste wat je hebt meegekregen van de Kamer van Koophandel? Van de Kamer van Koophandel. Nou, wat ik heel erg interessant vond, ik wou een product ontwikkelen toen ik begon. Maar een product ontwikkelen kostte heel veel geld en heel veel tijd. En die hebben me eigenlijk geadviseerd van ga nou eens eerst gewoon advies geven. Ga die markt verkennen, ga daar eens als dagvoorzitter, als presentator, als trainer je ding doen. Dan leer je de markt langzaam kennen. En dan kun je op een later stadium kun je een keer met dat product gaan beginnen. De verwachtingen zijn hoog, hè, voor de startersdag, zo'n 2500 mensen. Maar ik neem aan dat er ook mensen zijn, ondernemers zijn, met een prangende vraag, die niet in de gelegenheid zijn. En dan toch kunnen ze ook bij jullie terecht. Dat klopt. Voor mensen die willen gaan starten of gestart zijn, ondernemer zijn en nog een brandende vraag hebben, kunnen dat voorleggen aan BV Brabant. En dan komt de bedrijfsvoorlichter van de Kamer van Koophandel bij de desbetreffende persoon langs. Nou, heel mooi om dat ook nog even rechtstreeks naar de kijker te zeggen. Ondernemers op de bank met een prangende vraag, stuur een mailtje naar info@bvbrabant.nl. Ja, en de Kamer van Koophandel met de voorlichters komen naar je toe om die prangende vraag tot een goed antwoord te brengen en dat weer met ons te delen. Heel veel succes, jij met je onderneming, dankjewel. Jullie met de dag en tot ziens. Dankjewel. Dankjewel.